Je hoort vanochtend nog de uitzending van gisterochtend. Ik had gisteravond wat problemen met de computer. Dat heb ik in die mate nooit eerder meegemaakt. Ik heb het wel eens gezien bij een Raspberry Pi. Ik snap er helemaal niks van. Wat er gebeurde, dat was dat de opgave van hoeveel ruimte er nog vrij was op mijn harde schijf, die week af van wat er werkelijk beschikbaar was. En ook niet een beetje, er was gewoon nog 40% leeg. En hij zei dat hij vol was. En daardoor werkte mijn pc traag en allerlei dingen die schreven niet meer weg. Reservebestanden en allemaal van dat soort dingen, dat ging allemaal niet meer. Dus ik heb snel die schijf een stuk leeg gemaakt. Maar het gekke was dat de vrije ruimte die ik had, iets van toen ik begon met de Daily Minutes gisteravond, had ik iets van 15 gigabyte ruimte nog over. En in een kwartier was dat gereduceerd tot praktisch nul. En toen heb ik een aantal dingen heb ik van de ene schijf naar de andere verhuisd, waardoor er weer ruimte ontstond. Maar echt een gigabyte per 5 minuten kwam erbij. En het rare is, het is een pc met meerdere installaties. Er zit onder andere Windows 7 op en twee verschillende smaken van Linux. Dus ik denk van nou, dan schakel ik naar die andere Linux over. Die hebben ook allemaal een eigen schijf, dus het kan niet naar de schijf zitten. En wat dacht je wat, met het andere systeem? Ook in Debian, daar gebeurde precies hetzelfde. Ik heb het bij de Raspberry Pi wel eens gezien. Daar werkt dat vrij traag. Als ik bij de Raspberry Pi van dmr.li een heleboel bestanden verwijder, dan is hij een tijd bezig om dat allemaal bij te werken. En dan kun je vervolgens niet bestanden verwijderen. Je kunt ook niet makkelijk dingen bijzetten. Want als ik dan dingen upload, dan hoor je dat aan het geluid van dmr.li. Dus daar moet ik altijd rekening mee houden. Als ik ruimte vrij maak. En daar duurt het gewoon een tijdje voordat dus de administratie van de schijf bijgewerkt is. En ik denk dat dit ook een beetje zo was. Wat ik vervolgens gedaan heb, is gewoon echt heel veel van die schijf afhalen. Want ik was al bang dat ik het systeem niet meer opgestart kreeg of zo. En dat ik allemaal opnieuw moest installeren, wat een hoop werk is. Dus ik denk dat moet ik even effectief voorkomen. Dus ik heb bij beide besturingssystemen echt heel fors van de schijven verwijderd. Het op een ander, veilig op een ander station opgeslagen. En vervolgens draaide het weer. En bij het systeem wat ik het meeste gebruik, waar dus het probleem ook het eerste zich voordeed, duurde het vervolgens 2 à 3 uur. En toen was alles weer genormaliseerd. Zei het dat er nog iets van 7 gigabyte capaciteitszoek was. Dat was het verschil tussen wat er gebruikt. Hij gaf aan wat de totale capaciteit van het station is. En hij gaf aan wat er bezet was en wat er vrij was. En daar zat gewoon een verschil tussen. Het was, als je het bij elkaar optelde, was dat minder dan het totaal. En dat is na een aantal uren ook bijgetrokken. En nu klopt de administratie weer. Dus het is echt een fout geweest bij de administratie van het besturingssysteem. Maar of dat nou een firmware kwestie is. Dat is wel gek, want ik had dat andere Linux systeem, dat gebruik ik niet zoveel. Dus dat had ik niet, dat had ik de afgelopen 4 weken niet geüpdate. Ik bedoel, start het niet op, dus dat is ook niet nodig. Maar het is echt een update kwestie, zal het ook niet geweest zijn. Voor zover dat voor beide al gelijk is. Maar merkwaardig was het wel. En ik ben er, ik kon tot 1 uur of 11 mijn computer niet gebruiken. Dus dat was een forse ingreep. En mijn tweede computer, ik heb een reserve. Maar die was ergens anders voor in gebruik. Die stond allerlei dingen te renderen. En dat kon ik niet onderbreken, want dan moest ik opnieuw beginnen. Dus vandaag geen Daily Minutes. En we zien wel. Ik denk niet dat het me nu lukt. Het is nu na 8 minuten over 9 vanochtend. En ik ben redelijk actief. Maar ik denk dat met alles wat ik te doen heb, dat ik maar eventjes de Daily Minutes vanochtend laat zitten. En dat ik die met de muziek van gisteren nog even laat spelen. En dan los ik het vanavond wel op. Ja. Als het niet opnieuw het probleem voorkomt, maar daar ga ik toch vanuit. Oké. Gisteren en eergisteren geen Daily Minutes vanwege, dreigende hoofdpijn. Net als dreigend onweer. Vandaag voel ik me nog wat groggy en gammel, maar de hoofdpijn die is grotendeels vertrokken. Ik heb me afgelopen weken bezig gehouden met het uitzoeken van muziek voor de Daily Minutes, voor de Daily Minutes podcast. Omdat ik nieuwe titelmuziek wilde hebben. Dus dat valt nog niet mee. Ik had er eentje uitgezocht. Ja, ik twijfel of dat wel de goede is. Het nummer van daarnet vind ik eigenlijk wel leuk, ook als intro, maar ik ben daar ook nog niet helemaal uit. Ik zal vandaag een paar van de kandidaten laten horen die als een soort van tussenpodcast, dus niet de zaterdagse podcast, maar eentje die in de ochtend gepubliceerd wordt. In ieder geval, ik moest eigenlijk twee soorten muziek hebben. Namelijk
Allereerst iets van titelmuziek. Maar ik zoek ook nog, en dat is veel moeilijker, ondersteunende muziek voor onder verhalen die ik eventueel wil vertellen in de toekomst. Je moet daar de spanning wat opbouwen en dat soort dingen. En dat is best nog wel een uitdaging. Nou, ik zal in ieder geval wat voorbeelden laten horen wat de afgelopen paar weken de revue gepasseerd is. En eens even kijken of als ik het zelf terugluister of er kandidaten bij zitten die, waar je wat mee kunt.
The electronic music.
temps de construire un nouvel ordre mondial. On a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Hey, garde ta place. On a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Si tu savais, c'est pour celui qui croit être au courant de la situation, alors qu'il ne la connaît que par le biais des journaux et de la télévision. Il y a tant de choses cachées, de choses qu'on ne verra jamais une fois la population rassurée. Il s'en passe des choses à l'Élysée. Hey, il y a ceux qui paient, il y a ceux qui croient, ceux qui règnent et ceux qui feignent de ne pas savoir ce qui se passe vraiment. Tous tenant d'un titre, ils se cachent vraiment. Qui sont-ils parmi les Illuminati? De drôles de choses se passent ici quand on réfléchit, tout annonce leur prophétie. Ils veulent réduire la population mondiale. Je les soupçonne d'avoir engagé la troisième guerre mondiale. Moi je les rassemble avec une nouvelle bombe lyrique. J'informe le peuple de cette guerre silencieuse qui s'installe et ravage notre homme. Ils sont francs-maçons, Skull and Bones, dirigeants des grandes familles qui dirigent le monde. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Hey, garde ta place. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Si tu savais. On est la voix de milliards de personnes, on a donc trop de choses à dire. De festivals en forum, le nouvel ordre mondial, on se donne. C'est les gros marchés qui commandent, les pays riches qui passent les commandes. La France, troisième revendeur d'armes, et vous payez vos amendes. La sanction est monétaire, humanitaire, faut passer la circulaire. Le G8, c'est une couverture pour les prochaines guerres. Trop de choses à dire, c'est un enfer à ciel ouvert. La planète, c'est un recueil de cons qui gère des êtres humains et leur salaire. Les médias amplifient, les informent l'opinion publique, pendant que l'Amérique fait son trafic de pétrole et de médoc en Afrique. Illuminati, Grèce antique et pouvoir franc-maçonnique, géré par des entreprises comme Lafayette, par des liens ésotériques. Garde ta flamme et tes valeurs, y'a trop de choses à dire qui font peur, comme Roswell et le World Trade Center sur Sampleur. On vient revisiter les vraies histoires, pas celles des livres, mais des vieux grimoires. Ouvrir des portes fermées par de puissants lascars. Trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Hey, garde ta place. On a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Si tu savais. Y'a trop de choses à dire, poteau, les larmes coulent et même en studio. Si les fleurs sont si fanées, c'est pas parce qu'il manque de l'eau. Le désordre et le manque de confiance générale en sont les causes. Les pleins pouvoirs donnés à ceux qui sont à remettre en cause. On nous parle de ce que personne connaît et la vérité. Pendant que le Vatican cache les secrets de la vie, nous vole son identité. Ils ont manipulé le monde depuis tant d'années déjà. Depuis l'antique Babylone, ils règnent en maître sur toi. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Hey, garde ta place. On a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Si tu savais. Parce qu'on a trop de choses à dire. Parce qu'on a trop de choses à dire. Ja, er waren eigenlijk drie die er uitsprongen qua titelmuziek. En dat zijn eigenlijk deze drie. En dan moet je je voorstellen dat ik daar natuurlijk alleen maar de eerste 25 tot 30 seconden van gebruik.
passage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire, trop de choses à dire, tellement de choses à dire. Hey, garde ta flamme. Parce qu'on a trop de choses à dire qui méritent d'être entendues par les oreilles du grand public, même si c'était pas prévu. Parce qu'on a tant de choses à dire. Ja, tenslotte nog enkele stukjes. Ja, ik ben niet erg bij stem, hoor ik wel, zodra ik ga praten. Maar tot slot nog wat stukjes van de achtergrondmuziek die ik gevonden had. Daar moet ik nog wel een slag maken, hoor, want ik heb daar niet al te veel gevonden. Alle muziek overigens die gedraaid werd, die is geplaatst onder een Creative Commons, hoe zeg je dat? Creative Commons licentie. Dat betekent dus dat ze niet onder Buma, Stemra of Sena vallen en gewoon gedraaid kunnen worden. Via de podcast is deze uitzending, CQ Podcast in stereo. Via dmr.li is dat niet het geval. Niet alle podcasts zijn in stereo opgenomen, maar waar er duidelijk stereo bronnen aangeleverd worden, dan maak ik er vaak wel stereo van. Ik neem het om met twee microfoons op, maar meestal als ik het zelf inspreek, dan voeg ik dat gewoontjes bij elkaar. Ik kan even kijken, is dit echt de rechterkant? Ja, dit is de rechterkant. Dit is de linkerkant. Zo werkt dat dus. Nou, tot zover de Daily Minutes extra.